NOS Journaal. Onmogelijke keuze leidt naar ruime meerderheid Chirac. Prins Bernhard bij viering 57 jaar bevrijding. Ajax kampioen met feest en rellen toe. Dames en heren, goedenavond. De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk hebben een hoge opkomst laten zien. Vermoedelijk heeft circa 80% van de kiezers een stem uitgebracht. Het ging om de voor veel Fransen onmogelijke keuze tussen de rechtse Chirac en de extreemrechtse Le Pen. De stembureaus zijn zojuist gesloten en de verwachting is dat president Chirac een zeer ruime overwinning heeft behaald. De grote verliezer van de eerste ronde, de socialist Jospin, kon het niet opbrengen zelf naar het stembureau te gaan. En liet een vriendin bij volmacht stemmen. De vraag bij de verkiezingen vandaag was niet of president Chirac herkozen wordt, maar met welke meerderheid hij Jean-Marie Le Pen verslaat. Tegen alle gewoontes in hebben veel kranten de kiezers het advies gegeven om toch vooral op Chirac te stemmen en niet thuis te blijven. De afgelopen twee weken zijn miljoenen Fransen de straat op gegaan uit angst voor extreem rechts. Maar ook uit schuldgevoel dat ze in de eerste ronde niet gestemd hebben. Het lijkt erop dat veel linkse kiezers vandaag hun stem op de conservatief Chirac hebben uitgebracht. Alleen maar omdat de weerzin tegen Le Pen nog groter is. Ik ga het niet zeggen, maar ik heb voté voor de democratie. Ik heb mijn devoir de citoyen en ik hoop dat ik niet de enige ben die dat heeft gedaan. In het plaatsje Villemagne in Zuid-Frankrijk konden kiezers zich laten desinfecteren nadat ze hun stem op Chirac hadden uitgebracht. Jean-Marie Le Pen heeft zich al bij voorbaat neergelegd bij een verkiezingsnederlaag. Wel zei hij teleurgesteld te zullen zijn als hij minder dan 30% van de stemmen krijgt. In Parijs onze correspondent Saskia Dekkers. Saskia, is er al een voorlopige uitslag? Ja, die voorlopige uitslag is net bekend geworden. En zoals het er nu naar uitziet is Jacques Chirac inderdaad de nieuwe president van Frankrijk met 82% van de stemmen. En Jean-Marie Le Pen dus zo'n 18% van de stemmen. Dat betekent dus dat extreemrechts het ongeveer net zo goed gedaan heeft als tijdens die eerste ronde. Maar voor veel Fransen zal het toch betekenen dat het een overwinning is van de Franse Republiek. En ook een overwinning op extreemrechts. Een overwinning zeg maar van het anti-Le Pen front. Ja. Dus Chirac kan tevreden zijn met het resultaat. Nou, ik weet niet of je dat nou kan zeggen. Iemand maakte ook het grapje en zei het is bijna een score van een bananenrepubliek. Ik denk nog nooit in de geschiedenis dat een president gekozen is met zo'n vreemde score. En ik denk dat ook veel linkse politieke partijen meteen zullen gaan roepen dat het vooral dankzij de linkse achterban is dat Chirac gekozen is. Omdat zij massaal zijn gaan stemmen. Maar niet voor Chirac, maar vooral anti-Le Pen. Er zal vanavond denk ik wel een groot feest in de stad zijn. Maar dan zal het niet zo zijn dat Chirac bejubeld zal worden als president. Maar dat het vooral zal zijn om de overwinning te vieren, dat Le Pen verslagen is en dat de schande van Frankrijk een klein beetje beperkt is gebleven. Ja, nou zijn er in juni parlementsverkiezingen. Denk je dat het Chirac zal lukken om bij die verkiezingen een rechtse meerderheid in het parlement te krijgen? Nou, dat zal nog best wel moeilijk voor hem worden. Want Chirac is natuurlijk een president die toch weinig achterban zal hebben. In de eerste ronde heeft hij het lang niet zo goed gedaan. De laatste tijd is hij behoorlijk door het slijk gehaald. Het Front National had het alsmaar over Chirac en de affaires. En aan de andere kant had je linkse politieke partijen die zeiden we hebben eigenlijk maar twee keuzes tussen een superfascist Le Pen en tussen een superleugenaar Chirac. Nou, dat is allemaal niet al te best geweest voor het imago van Chirac. En dan moet hij dus ook nog nu die parlementsverkiezingen gaan winnen om een beetje macht te behouden. De vraag is of hem dat zal lukken. Nou, dankjewel Saskia. 5 mei, bevrijdingsdag. Overal in het land wordt stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. De festiviteiten begonnen vannacht in Wageningen, waar 57 jaar geleden de capitulatie door de Duitsers werd ondertekend. Prins Bernhard nam daar vanmiddag het traditionele défilé af van veteranen en oud-verzetstrijders. Na de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk legde prins Bernhard een krans bij het Nationaal Bevrijdingsmonument. De 91-jarige prins nam het défilé af van bijna 4000 militairen, onder wie 2000 veteranen. Al mijn oude vrienden kom ik tegen. En dat kan ik niet helemaal hebben direct dus. Maar ik vind het heel fijn dat ik het mee mag maken.
en dat ik het na kan vertellen. Vorig jaar kon, tot grote teleurstelling van de veteranen, het defilé niet doorgaan vanwege de MKZ-crisis. Naast een aantal kleinere herdenkingen worden in 13 steden bevrijdingsfestivals gevierd. Thema van de viering dit jaar, vrijheid luistert nauw. In Holt in de provincie Overijssel was een parade van meer dan 200 legervoertuigen van de vereniging Keep Them Rolling. Harley-Davidson Liberators, Willys Jeeps, Sherman Tanks. Voor veel mensen is de aanblik van die legendarische voertuigen nog steeds het symbool van de bevrijding. Zeeland is dit jaar gastprovincie bij de start van het landelijke bevrijdingsfeest. 5 mei is volgens de organisatie ook een dag met inhoud. Een dag om te beseffen dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Premier Kok benadrukte dat nog eens bij de openingsceremonie in Vlissingen. De echte Bluff en Sita-fans stonden vanmorgen al vroeg voor het podium om zeker te zijn van een plaatsje op de eerste rij bij het bevrijdingsfestival in Vlissingen. Maar het feest kon niet losbarsten voordat premier Kok de dag officieel had geopend. Hij maakte eerst een wandeling, onder meer langs een fototentoonstelling over vrijheid, gemaakt door 11-jarige scholieren. Het zijn fantastische ontboezemingen. Foto's met teksten erbij, waarin zo treffend tot uitdrukking wordt gebracht hoe een kind allerlei aspecten van vrijheid beleeft en ervaart. Inspiratie voor de openingsceremonie op de Oranjedijk. Daar wachten de dragers van het bevrijdingsvuur in de striemende regen. Premier Kok sprak, ook zonder paraplu, over het thema Vrijheid luistert nauw. Het delen van de vrijheid begint bij het goed luisteren naar elkaar. Niet alleen de ander beleefd aanhoren, maar je ook verplaatsen in de situatie van de ander en in gesprek raken. Kok stond op een historische plek. De geallieerde troepen die Walcheren in 1944 bevrijden, oriënteerden zich op deze molen op de dijk. De aangewezen plek volgens Kok om het bevrijdingsvuur te planten als baken voor de toekomst. Na deze handeling kon ook het festival beginnen. Met Sita vanmiddag en later vanavond Zeelands eigen trots, de band Bluff. Ze worden de vergeten veteranen genoemd. Russen die hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Canadezen, Engelsen en Amerikanen. Ze zijn vaak geëerd, maar de Russen kwamen er na de oorlog bekaaid van af. Twee mannen uit Deventer nodigden 6 Russische veteranen uit om naar Nederland te komen om ze de eer te geven die hen toekomt. Bevrijdingsdag in Nederland begon voor de 6 Russische veteranen met een kolonne oude legervoertuigen in Deventer. Ook al hebben de veteranen niet direct voor de bevrijding van Nederland gezorgd, ze deden wel belangrijk werk. En dat mag wel eens beloond worden. Ze hebben ongelooflijk veel mensen verloren in Rusland, 25 miljoen. Ze hebben gevochten als leeuwen. Hadden ze dat niet gedaan, dan was het in het Westen hier heel anders afgelopen. How you doing? De Russische veteranen verblijven een week lang bij gastgezinnen in Deventer en bezoeken verschillende plaatsen die met de oorlog te maken hebben. Очень хорошие. Мы вспоминали свою военную молодость, когда мы были молодые и гнали как раз на этих машинах мы гнали захватчиков немцев. Afgelopen donderdag gingen de veteranen naar de erebegraafplaats voor Russische militairen in Amersfoort. 77 soldaten die daar liggen zijn zonder pardon door de Duitsers gefusilleerd. Katerina Krasavina was 15 toen ze het leger in moest. Ze heeft aan het front bij Leningrad gediend. Na Deventer stond vanmiddag het defilé in Wageningen op het programma. Eigenlijk zouden de Russen vorig jaar gaan, maar dat werd afgelast vanwege de MKZ-crisis. Bevrijdingsdag in Rusland is op 9 mei. De Russen noemen het de overwinningsdag. Все были настолько долгожданной победой ждали и со всех орудий, какие только были, какие средства, мы все полили воздух салют. Не долечившись в госпитале, я узнал, где поблизости мой отец воюет. И удрал, грубо говоря, из госпиталя, не долечившись. И войну закончил с отцом вместе. Ге
geen show, geen stemkastjes deze keer. En er viel behalve kiezers niets te winnen. De lijsttrekkers van de 5 grote politieke partijen en Pim Fortuyn gingen rond het middaguur in debat bij Radio 1. Het werd vooral een debat tussen Fortuyn en de andere partijen, want ook VVD en CDA zetten zich wat meer af tegen de nieuwkomer in de vaderlandse politiek. Geen showbiz-entree dit keer, maar via de nooduitgang over de brandtrap. Misschien symbolisch, maar de lijsttrekkers kunnen er nog bij lachen. De camera's stonden vandaag op de achtergrond en zondagochtend op de koffie bij de NOS Radio maakt de stemming iets gemoedelijker dan bij de nog steeds besproken soundmixshow. Was in ieder geval het volk oud. Dat zijn wij wel elkaar eens, Pim. Maar ja, de rest... Dachten iets anders over. Misschien wordt er nog iets tussen ons. Nou, je weet het wel. Oh jee, er gaan toch geen onverwachte dingen gebeuren vanmiddag. De omgangsvormen bij de radio zijn al wat vriendelijker. De inhoudelijke meningsverschillen worden er niet minder groot. Dit land is vol. De problemen reizen de pan uit. Dus dicht die grenzen. De nul van Fortuyn is echt illusiepolitiek. Dat kun je in een democratie nooit naar je kiezers waarmaken. Als het gaat om dat extra geld naar onderwijs en zorg, ja, dat doen wij ook. Maar waar haal je dat nou vandaan, Hans? Nou, ja, dat wil ik nou eens een keer horen. Ja. Die discussie wordt steeds hier rond de tafel gefietst. Na 15 mei ligt die keihard op tafel. Het geld is gewoon op. Omdat wij in ons programma, dat zit een heel bladzijde achter... Ik heb met de werkelijkheid te maken, niet met uw programma. Nee. De werkelijkheid is, meneer Fortuyn, dat u het verdomd om überhaupt aan anderen te laten zien wat uw programma financieel betekent. Het is nonsens. Ik of het leidt tot staatsschuldreductie, of het niet leidt tot tekorten, of het wel leidt tot investeringen in de samenleving. Ik wil even een concreet... Doet er niks aan. Fortuyn hield Ad Melkert voor dat er in zijn stad no-go areas zijn. Buurten waar mensen niet meer durven te komen. De problemen in de grote stad zijn immens. Er zijn veel meer politieagenten bijgekomen. Die zullen dus inderdaad ook 's avonds en 's nachts beschikbaar moeten zijn. En daar gaan we mee door. En het is niet dat we daar nu mee starten. Ik onderschat dit thema niet. Maar ik zeg, er zijn in Rotterdam geen no-go areas. U bent niet voor niks verhuisd. Niet 's middags, niet 's avonds, maar 's nachts. Niet voor niks verhuisd. Wees hier serieus. Laat. Ik ben zeer serieus. Nou, dan ga je op u die uitnodiging. U ging er weg en ik woon er nog. Dan ga je op die uitnodiging in en dan laat je mij de no-go areas in Rotterdam zien. De lijsttrekkers waren dit keer redelijk tevreden over de kwaliteit van het debat. Een schietpartij in de buurt van Jenin op de westelijke Jordaan-oever heeft het leven gekost van een Palestijnse vrouw en haar 2 kinderen. Volgens het Israëlisch leger ging het om een tragische vergissing. Israëlische militairen waren kort voor de schietpartij beschoten door Palestijnse strijders. Ze zagen de vrouw en haar zoontjes aan voor aanvallers en openden het vuur. De Israëlische premier Sharon is vertrokken naar de Verenigde Staten. Hij zal daar de komende dagen met president Bush over de situatie spreken. Sharon neemt een Israëlisch rapport mee over de rol van Yasser Arafat bij Palestijnse aanslagen. There is no place for doubts after you read this report. Because it's crystal clear and there are hard evidence here that Arafat himself is involved in terrorist activities and that he can't be partner for peace again. Sharon wil een vredesconferentie zonder Arafat en dat plan lijkt weinig kans te maken. Belangrijke Arabische leiders hebben al gezegd dat ze niet met Israël willen praten over vrede als Yasser Arafat daar niet bij mag zijn. Ajax is vanmiddag in Nijmegen voor de 28e keer landskampioen geworden. De Amsterdammers hadden genoeg aan een gelijkspel, maar ze wonnen met 0-2 van NEC. En met de titel op zak keerden de spelers van coach Ronald Koeman vanmiddag terug naar Amsterdam Arena voor de huldiging. Een aantal Ajax-fans weigerden naar de arena te gaan. Ze wilden hun kampioensfeestje als van ouds op het Amsterdamse Leidseplein vieren. Daar kwam het tot confrontaties met de mobiele eenheid die het plein ontruimde. 4 jaar hebben ze erop moeten wachten, maar aan het begin van de avond konden de Ajax-fans hun landskampioen weer in de armen sluiten. Ook al was dat maar op parkeerplaats P2 bij de arena. Hier keken 3000 mensen op grootscherm naar de wedstrijd tegen NEC in Nijmegen. Mido en Van der Meijden scoorden. De ploeg van trainer Ronald Koeman is kampioen. Veel fans voelen niets voor het parkeerterrein. Met of zonder elftal op het balkon, Ajax landskampioen, dat vier je op het Leidseplein, zeggen ze. Ik ben hier omdat ik al 40 jaar fan ben van Ajax.
En ik kom uit Budel, uit Brabant. En ik ben ontzettend blij om er hier te zijn. Om ons kampioenfeest hier te vieren. En dit is mijn pa. Blijf hier, we gaan niet naar die kankerarena, het kankerstadion. Tuurlijk niet. Wat denk jij nou? Amsterdam is van ons, oude Laats is van ons. Wij hebben niks op dit parkeerterrein te zoeken. Net voor zessen gebeurde waar iedereen bang voor was. Een handjevol railschoppers, een paar vernielingen, gevolgd door hard optreden van de politie. Met grote personele inzet, waterkanonnen en traangas werd het plein schoongeveegd. Er kwam een macht aan ME. Het plein werd schoongeveegd. Er werd traangas in een café gegooid. Mensen kwamen letterlijk kotsend naar buiten. Ik sta lekker gewoon mijn fiets los te maken. Kwam mijn ME'ers op me af, beginnen op me in te slaan, op mijn fiets te trappen. Een ME'er die op mijn fiets begint te trappen, dat slaat toch helemaal nergens op. Het moest wel fors, omdat de groepsupporters veel gedronken hadden. Ik schatte daarin dat er zo'n 1000 man bezig geweest zijn om de boel daar op stelten te zetten. Er zijn ook hier en daar toch wel wat vernielingen gepleegd. Er zijn vandaag 40 tot 50 arrestaties verricht. Hier is Marion de Hond. En het was helaas een koude en regenachtige bevrijdingsdag, maar dat gaat de komende dagen wel veranderen. Het wordt warmer en we krijgen de zon ook nog eens vaker te zien. Maar vandaag was het dus niet het geval. Nederland is op de satellietfoto helemaal niet terug te vinden, ligt verscholen onder een dik pak bewolking, waaruit het dus ook nog flink regende. Maar geleidelijk aan begint het vanuit het oosten vannacht, in de loop van de nacht in ieder geval geleidelijk aan een beetje op te klaren en wordt het ook op de meeste plaatsen droog. En verder naar het zuiden, daar zitten ook nogal wat buien. En met name hier in Spanje, langs die Middellandse zeecosta's, daar gaan morgen echt zware buien vallen. Dat laat de neerslagverwachting ook mooi zien. En er kan ook dus heel veel regen gaan vallen. Dus het is zeker geen fraai vakantieweer in die hoek. Dan moet u echt naar het oosten van Europa en bijvoorbeeld naar Griekenland en Turkije. Want daar worden temperaturen gehaald tussen de 25 en de 30 graden. Nou, terug naar ons eigen land. Dit is de regen die vanochtend in ieder geval over ons land trok. In ieder geval de intensievere regen. Dus op dit moment nog het geval hier in het zuidwesten in Zeeland. In de rest van het land is het een beetje miezerig, een beetje motregen. Maar in de loop van de nacht zal het dus op de meeste plaatsen gewoon droog worden. Het klaart hier en daar ook wat op. En dan krijgen we weer een ander probleem, want dan kan zich heel makkelijk mist gaan vormen. Misschien op sommige plaatsen wel dichte mist. Dus het verkeer moet zeker ook morgenochtend weer even oppassen. Verder koelt het af naar een graad of 7 en het waait ook niet meer zo hard. En morgen overdag, het is in ieder geval een stuk aangenamer qua wind en qua temperatuur. Een graad of 14, er is weinig wind uit uiteenlopende richtingen. Verder breekt af en toe de zon even door, maar helemaal droog blijft het in ieder geval niet. Want later volgen er hier in het noorden weer een paar buien. Dat is ook nog op de dinsdag het geval en waarschijnlijk ook op de donderdag. Maar woensdag, dan wordt het wel een droge dag en dan warmt het op naar 20 graden en dan is het heerlijk lenteweer. U zag het 8 uur journaal van zondag 5 mei. 9 uur is het volgende journaal op Nederland 3 met daarin de laatste stand van zaken rond de Franse presidentsverkiezingen. Ik wens alvast of verder nog een heel prettige avond.